Yo Squad members! Vandaag gaan we het hebben over props en... We gaan deze video elke week uploaden, dus elke week krijg jij te zien hoe jij zelf props kan maken. Vandaag gaan we het hebben over geld. Oké, in heel veel hedendaagse films heb je gewoon geld zitten. Breaking Bad is een groot voorbeeld, daar hebben ze dikke stapels met geld. En dit is niet allemaal echt geld, dat weet je zelf natuurlijk ook, denk ik. Kijk, ja, het is prop money, maar in Amerika, daar hebben ze gewoon bedrijven die echt dat geld ook maken. Nou ja, dat is voor ons natuurlijk ook onmogelijk als filmmakers, we willen het gewoon op onze eigen manier doen. In de keuken, wat je zelf ook thuis kan doen. Dus wat wij doen, gedaan in het begin, hoe wij begonnen, dat wij hadden, je hebt toko's, Chinese supermarkten, heb je in alle steden heb je dit zitten. En daar heb je meestal play money, dus speelgeld. Heel goedkoop geld, ziet er heel goedkoop uit. Ja, dus echt 35 cent per, nou, per zo'n pak ongeveer. Nou ja, dan koop je voor 10 euro, koop je wat en dan heb je gewoon... A stash of money. Nou, als je dat gewoon een beetje met de vette kleurcorrectie en een stukje erom, dan lijkt het gewoon wel cool. Toch? Ja, het lijkt wel cool, maar het lijkt er nog niet op echte dollars. Ze zijn te wit, ze zijn te... Ik weet niet, het gevoel zit er nog niet in. Wat we dan doen, is je pakt echte dollars. Wat we gedaan hebben, iedereen heeft wel een vriend die iemand die nog een dollar heeft liggen of wat dan ook. Dus je pakt echte dollars. Echte dollars. En het voordeel is bij deze briefjes, ze zijn net zo groot als echte dollars. Dus wat je doet, je legt eentje bovenop. En je legt er eentje onderop. En je maakt er een mooi stapeltje van. En wat je dan krijgt... Zijn? Is een stapel... Je kan ook echt niet vouwen, hè? Wat je dan krijgt is een stapel gewoon... Nou, het lijkt gewoon op een stapeltje dollars. Wat je kan doen is om het witte nog wat vetter te krijgen. Zoals in Amerika is alles vies en zo. Wat je doet... Koffie. Je pakt een oude koffie. We pakken 1 dollar, als je het goed vindt. Gaan we dit live op deze show doen. We gaan 1 dollar biljetje in deze koffie douwen. Ik kan gewoon kijken wat het wordt. En als het goed is, wordt het zo meteen precies hetzelfde als jij zegt dat het klopt. Okay. Ja, het is de bedoeling dat je alleen de randen doet. Wat je kan doen, is dat je, wat wij hebben gedaan om het nog wat vetter te krijgen. We hebben gewoon via eBay kunnen gewoon bestellen. Dit zijn currency straps, zoals het heet. Dat is wat ze aan Amerikaanse banken ook gebruiken. Dit zijn net zoals je in films, als je nu gaat opletten op nepgeld. Dan zie je altijd deze straps om pakjes biljetten te maken. Mag ik eentje? Je mag er eentje. Gaan we meteen even live op deze show er eentje omheen doen. Ja. Kijk, en je hebt een stash of money. Ja, kijk. Nou, op die manier, dit is een beetje onze tip hoe je het kan maken. Dus oude koffie, doop gewoon even met de zijkant even een beetje erin. Laat het drogen en je krijgt bruine randjes waardoor het gewoon echt als geld uitziet. Gooi alles gewoon in de tas, in de koffer en je hebt gewoon een vette case of money. Maar wat wij hebben is nog vetter, want ik ben naar Singapore geweest. En daar heb ik heel goedkoop, heb ik echt heel vette nepgeld gevonden in plastic, dat is echt crap. Maar het ziet er zo echt uit op camera, met zo'n currency strap erom. Dus wat wij nou hebben, is dit. En geef toe, dit ziet eruit als echt Amerikaans. Dit, als je nog misschien, als je close-upje hebt, dan doe je nog een dolletje ervoor, maar op zich... Ik vind het gewoon realistisch. Ja, dit zijn gewoon biljetten van 100 en daarom lijkt het vet. Wil jij nou ook zelf leren hoe je geld maakt? Kijk deze video nog een keer. Heb jij vragen over deze video? Of heb je zoiets van, dit was een beetje onduidelijk. Laten we het achter in de comments beneden. En dan kunnen we kijken of wij erop kunnen reageren. Ja. Als Ronald niet reageert, dan reageer ik. En anders de rest van de CFX Squad members. Vond je deze video leuk? Like, share en abonneer je op ons kanaal. En heb je vragen of wat dan ook? Laat het achter in de comments beneden. En je zult zien in onze volgende video. Ja, CFX Squad out.